Communitie. En hiervoor zat in dit gebouw zat D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA. Maar dan zijn die verkiezingen geweest en dan in Colombia, anders gaan we daar aan kijken. Daar zat de Partij van de Arbeid, 60, iedereen een verdieping bijgekregen. Nou, tot voor niet zo lang geleden dus zat hier ChristenUnie en daar is Dikker. Ernst zit hier. En dat is eigenlijk in het archief. We gaan dat daar ook even doen. Maar dan lopen we. Hier zijn vanaf 1817 tot 1996 of zo alle notulen van alle vergaderingen van de Tweede Kamer opgeslagen. Dus hier begint hij, 1817. Hier ook zelfs een vlag, hij is het nummer rond. Hier is 2005, zie ik al nog. 2005. Dus 1817 tot 2005, helemaal rond. Met uitzondering van hier van 1945 hebben ze de Tweede dat werd hier wel besproken, maar niks besloten. Dat het aantal treden niet door vier gedeeld mag worden, omdat het Chinese woord voor vier hetzelfde is als het Chinese woord voor dood. Dus dat wil dan niet. En wat natuurlijk opvallend is, glazen dak. Er is nou geen licht aan, maar je kunt het toch wegkomen. Je kunt je voorstellen in 18 zoveel dat ze geen elektrisch licht hadden en met kaarsen werken hier dan niet optimaal. En dat maakt zo'n. Oh, dat is allemaal van die open monden, dat is wel leuk voor de film. Dat is wel grappig. Dat is echt mooi. Dit was vroeger ook de crisiskamer, zeg maar, van ruzie te maken letterlijk aan deze tafel met de vraag van gaan we ingrijpen daar of niet. En ze hadden al een hekel aan elkaar, maar ze hadden hier ook veldbedjes liggen. Toen hadden ze echt een hekel aan elkaar na een paar dagen, want dat was natuurlijk niet fijn. Alle notulen van de vergadering nog steeds uitgeschreven, maar ze worden niet meer allemaal op papier. En je mag niet zomaar aan hier, dat is een kindje dat dacht ik trek even het boek uit de kast. En ik trok het boekje uit de kast, maar wel de kaf van het boek. Ja, daar werd niet gewaardeerd. Maar je kunt hier op het plein goed kijken, dan is dit hier het ministerie van Defensie. Waar je nu tegenaan kijkt, dat is nog steeds in gebruik als ministerie van Defensie. En aan de overkant, dat kun je nou niet goed zien, maar daar zit het Amsterdams logement. Dat is hier een groot grijs gebouw met ook het wapen van Amsterdam erop. Dat was vroeger ministerie van Buitenlandse Zaken. Toen in de oorlog woonde daar Seyss-Inquart. Die is daar gewoon een heel mooi pand. En we stuurden daar helemaal vanuit, dus er is eentje zo'n beetje in Nederland, die hebben wij eigenlijk in de Tweede Kamer van nodig. En dan vanuit het ministerie van Defensie is hieronder hebben we een parkeergarage met twee lagen officieel, maar onder zit de bunker van het ministerie. Dus houden ze in de gaten waar die commando's in Mali zich precies bevinden en wat die aan de uitvoeren zijn. Dit is onze fractiekamer, dus hebben wij iedere dinsdag gaan we hier op bord, in de ochtend. Dus eigenlijk begint de werkweek van een kamer op zondagavond. Nou, de zondagavond ga ik mijn week voorbereiden, mijn stukken lezen, alles op volgorde leggen. Maandag werk bezoeken. Dinsdagmorgen begint het met fractie. En in de fractie dan worden alle vergaderingen die week zijn zeg maar voorbesproken. Wie zegt wat en welke vergadering. Die stukken heb je van tevoren opgestuurd wat je gaat zeggen in grote lijnen. Zodat er nog eventueel commentaar bij gegeven kan worden. En dan zitten wij hier een beetje op volgorde. Daar bij die hamer, daar zit Buma altijd. Ja. En dan zit vanuit ons gezien links van hem zit Mona Keizer, rechts van hem zit Raymond Knops. Dus dat is de vicevoorzitter, daar is Mona, de secretaris is Raymond. En de rest zit op alfabet. Dus daar zit Pieter Omtzigt, daar zit René Peters, daar zit Michel Vrog, daar zit Erik Rommers. Dus dan gaat alles op alfabet. En deze kamer zelf is ook van het ministerie Justitie. Twee afbeeldingen. Hier koning Willem III. Daar koningin Emma, eigenlijk was dat zijn tweede vrouw, geen koningin, maar regentes, maar toen hij doodging en was Wilhelmina hun enige dochter, zeg maar, die was nog heel jong. Zogenaamde statenzaal. Dus als jij als burger, zeg maar, als gewoon Ossenaar of iemand uit Berchem hier komt, dan kom je eigenlijk niet verder dan hier beneden. En dan daar via de roltrap naar de publieke tribune voor de zaal. Jullie zijn nou voor rondleiding, zeg maar, ook in het iets meer beveiligde gedeelte. Hier beneden kom je ook voor petities aan te bieden. Dus heb je bijvoorbeeld, vind je iets van, nou, ik heb van alles meegemaakt, van mensen die stemmen in hun hoofd horen tot dierenliefhebbers, van alles komt langs.
kom een petitie aanbieden, dan doen ze dat ook altijd hier beneden. Okay. Een beetje bij een beeld van iemand die over dat thema ooit is gegaan. Dat is wel grappig, dus dat is allemaal keurig geregeld. Nou, daar kom je door de beveiliging heen, kun je hier rond. Roltrap naar de publieke tribune, dat is altijd openbaar, kan iedereen altijd doen. Maar waar jullie nu zijn, ja, daar komt verder eigenlijk nooit iemand. Dus, dit is het oude ministerie van Justitie. Hier beneden zit Forum voor Democratie. Op een klein stukje van de begane grond. Op de rest van de begane grond en op de eerste verdieping zit het CDA. Daarboven zit D66 en daar weer boven zitten ambtenaren. En dat gebouw daarnaast, dat witte gebouw, daar zit de PVV op in het midden. En 50 plus boven en beneden zit daar weer Nieuwspoort. Dat is zo'n aparte café, zeg maar, waar je met journalisten en kamerleden en lobbyisten kunt praten. En dan schijnt er niks van naar buiten te komen. Maar ik ga er nooit heen, want je moet €300 betalen om bier te mogen drinken. Dat is een slechte deal, denk ik. Dat is een hele slechte deal. Dat lijkt me geen goede deal. Ik kan die €300 dan wel gebruiken zo op jaarbasis om dat bier zelf wel te drinken. Ergens anders dan daar. Dus dat doe ik dan niet. Maar het is er toch. Dus vandaar. Dus deze toen Beatrix wegging, Willem-Alexander kwam. En daarboven is er een toen Beatrix kwam, daarboven toen Juliana kwam. Dus die hangen ze hier ook op. Hij is niet aan stukken geschud, we hebben ze alleen de kop eraf geslagen. Ja. Hij is wel een stuk groter, maar ze zijn er maar een stuk meer. Het is een beetje een scène gezet als zij een donkere achterkant, bekompen moet ook om. Maar daar waren gewoon nog vrienden, die lieten ze uitleggen. En later is het dus wel grappig op dezelfde plek met Bolkestein en Richel, met deze foto die. Ja. Ja. Dat noemen ze een drosteffect. Als je deze dan weer ophangt met. TV Berghem voor de wekelijkse videoblog, in dit geval vanuit de Pim Fortuynkamer. De Pim Fortuynkamer aan de andere kant van het plein, in het gebouw waar nu de parlementaire enquête zitten. En ik ben vandaag een beetje gevolgd door TV Berghem, die hebben mij gefilmd en wat vragen gesteld. En ik heb ze ook rondgeleid, dus nou kan ik meteen een overhoring doen, Marion, om te kijken wat je ervan hebt opgestoken. Dat ziet er al heel professioneel uit, dus Marion, vertel eens, vond je het een leuke dag? Ik vond het een hele leuke dag. We hebben heel veel gezien. Zelfs nog weer een interview wat ze met jou hebben gehouden. Hebben we mee mogen maken.
Je komt op plaats inderdaad waar je normaal niet komt. Dus dat is sowieso heel erg interessant. En we staan nu inderdaad in de Pim Fortuynzaal. Ja, dat is natuurlijk sowieso onfortuinlijk, denk ik. Hè? En sowieso leuk om met jou hier een rondleiding te hebben gehad. Ja, want ze hebben vandaag, ik kan meteen een cliffhanger doen en een linkje maken naar TV Berchem. Ze hebben vandaag een dubbel interview gehouden, hè? Vanmorgen met Lilian Marijnissen uit Os. En vandaag vanmiddag dus met mij. Nou, we gaan dat terugzien op de link die hieronder komt te verschijnen dadelijk. En dan zien wij elkaar volgende week bij de videoblog. Maar nog één korte vraag. Wat vond je het meest opvallend, Marjon? Het meest opvallend, maar dat is ook wat ik heb gezegd, het is een heel groot logbouw. Maar ik denk, als je hier werkt, ik ben natuurlijk een aantal mensen nu tegengekomen hier, en zijn allemaal heel gastvrij, heel vriendelijk, heel behulpzaam, dan maakt het ook weer een heel klein gebouw, denk ik. Dus ik kan me voorstellen dat het hier heel leuk is om te werken. Nou, daar is het in ieder geval zeker. En dan zien wij elkaar volgende week. En klik op de link hier beneden voor TV Berchem. Houdoe!